Vrijdag wordt er een groot internationaal sporttoernooi gehouden, een voetbaltoernooi onder de 13. Wat mede georganiseerd is door het PFA, het Prestige Voetbalacademie School. Dus, en er zijn toonaangevende clubs wat daarbij komen. Onder andere Juventus, Zenit zit Petersburg, Bayer Leverkusen, Hannover 96. Uit eigen land komt daarbij Vitesse, Go Ahead Eagles en Sparta. In totaal zullen er volgend weekend 10 teams hier op het complex voetballen. Er willen meerdere teams op één avond. We beginnen vrijdagavond om 6:30 start het toernooi. En volgens mij uit mijn hoofd spelen er dan 3 wedstrijden. En we beginnen dat toernooi natuurlijk gelijk met toonaangevende clubs. Waaronder Juventus, Zenit Petersburg. Het team van PFA zelf. Wat is Prestige Voetbalacademie? Ja, dat is een academie die aanvullend op de amateurvereniging trainingen aanbiedt aan topamateurvoetballers. Wij hebben een aantal selecties, een onder 10, onder 11, onder 12, onder 13 en onder 14 komend seizoen. En ja, die jongens die hebben wij geselecteerd en die trainen wij een aantal keren in de week. We spelen ook eens in de ongeveer een maand spelen wij een wedstrijd. Kortom, wij zijn een academie aanvullend op de activiteiten die de spelers bij de amateurclub hebben. En ja, wij proberen dat op een dusdanige manier te doen waarin zij zich ontwikkelen. Dus een aantal prikkels krijgen van ons. En in een setting komen waarin zij zich beter kunnen ontwikkelen. Met de bedoeling om prof te worden? Ja, dat verschilt. Onze intentie is met name, onze doelstelling zit hem in het feit dat we spelers willen ontwikkelen. En spelers binnen hun eigen potentieel verder willen brengen. Dat kan leiden tot het worden van profvoetballer. Maar dat kan ook heel goed leiden tot het bereiken van je eerste elftal bij je amateurvereniging. En daar een belangrijke speler zijn. Of op een semi-profniveau terechtkomen. Dus onze doelstelling zit hem met name op de ontwikkeling. En dat leidt dan tot bepaalde resultaten. Zijn jullie al zo bekend dat je daardoor die buitenlandse ploegen kunt uitnodigen? Ja, dat zit hem niet zozeer in de academie, maar dat zit hem meer in het feit dat wij al met een redelijke groep trainers al jaren bij een BVO hebben gewerkt of nog werken en contacten hebben met BVO's in binnen- en buitenland. Al langer ook internationale toernooien organiseren. Nou, inmiddels organiseren we een stuk of 15. En dan doe je contacten op en dan is het contact voor het volgende toernooi makkelijk gelegd. Je kunt zaken bundelen. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Wat is BVO? Dat is een betaald voetbalorganisatie. Dus de meeste voetbalclubs hebben een opleiding en die hebben jeugdteams. En die spelen toernooien. Hè. Die zoeken bepaalde weerstand op. Hè, waarin zij wedstrijden kunnen spelen tegen bijvoorbeeld een internationale topploeg. Nou, wij hopen dat te bieden door bijvoorbeeld een Juventus op het toernooi te brengen. Zoals komend weekend. Of een Zenit Sint-Petersburg die we hebben. Ja, dat zijn toch voetbalculturen die... Die net wat anders zijn, waar tegen net iets anders wordt gevraagd. En dat levert dus een specifieke weerstand op voor de Nederlandse voetballer. En daarin hopen wij wat te bieden.